Roodkapje. Dit is het gegrom van de boze wolf. Lang geleden woonde hij in hetzelfde bos als een lief jong meisje. De moeder van het meisje had voor haar dochtertje eens een mooi rood mutsje gemaakt. Zij droeg dit kapje altijd en daarom noemde iedereen haar Roodkapje. Op een dag riep de moeder Roodkapje. Roodkapje, Roodkapje, waar zit je toch? Op de hooizolder, mama. Kom eens beneden. De jager was net hier. Hij kwam zeggen dat grootmoeder ziek is. Toch niet erg, moeder? Gelukkig niet, kind. Maar je moet toch maar even naar haar toe gaan om er een mandje met lekkere dingen te brengen. Wat zit erin, mama? Je bent een nieuwsgierig meisje. Maar ik wil het je wel vertellen, hoor. Een pannetje lekkere soep, een paar eierenkoeken en een flesje wijn. Lekker. Daar wordt grootmoeder vast beter van. Ik ga maar meteen, moeder. Beloof me, Roodkapje, dat je in het bos op de paadjes blijft. Ik zou niet graag willen dat je de boze wolf tegenkwam. Ik ben niet bang voor de boze wolf, hoor. Dag, moeder. Dag, schat. Huppelend liep Roodkapje door het bos. Het mandje slingerde een beetje aan haar arm en ze dacht pas aan het pannetje toen de helft van de soep al over de rand was gegooid. Oh, wat moet ik tegen grootmoeder zeggen? Ze lust zo graag soep. Wat dom van me. Weet je wat? Ik zal wat bloemetjes plukken voor haar om het weer goed te maken. Roodkapje deed toen erg dom. Ze ging van het paadje af en dwaalde het bos in op zoek naar bloemen. Op zeker ogenblik... Hé, wat is dat? Ja, grootkap. Oh, hemeltje. Dag, boze wolf. Schrik maar niet van me. Ik ben niet zo kwaad als ik eruit zie, hoor. Waar ga jij naartoe? Naar mijn zieke grootmoeder. Ik ga haar een mandje met lekkere dingen brengen en ik pluk wat bloemetjes voor haar. De bloemen hier zijn niet zo mooi. Verderop staan er veel mooiere. Ga daar maar eens kijken. Veel succes. Die domme Roodkapje liet zich door de wolf nog veel verder het bos insturen. De boze wolf ging langs het veel kortere paadje naar het huis van hun grootmoeder. Ik heb zo'n leeg gevoel in mijn maag. Ik zou best een smakelijk hapje lusten. Wacht, ik heb een mooi plan. Hier is het huis van grootmoeder. Ik zal maar eens aanbellen. Wie is dat? Ik ben het Roodkapje. Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open, kind. De boze wolf trok aan het touwtje en de deur ging open. Grootmoeder lag in bed. De wolf sprong op het bed af en in één hap slokte hij grootmoeder naar binnen. Hij zette grootmoeders bril op en zijn grote kop verstopte hij onder een van grootmoeders slaapmutsen. Toen ging hij in het bed liggen wachten op Roodkapje, want hij had nog een reuze honger. Wie is dat? Ik ben het, Roodkapje. Ik heb lekkere dingen voor u meegebracht. Trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur vanzelf open. Hier ben ik en hier is mijn mandje. Vindt u de bloemen niet mooi? Prachtig. Kom eens dichterbij, dan kan ik de bloemen beter zien. Maar grootmoeder, wat heeft u een grote oren? Dat is om je beter te kunnen horen. U ziet er heel anders uit. U heeft van die grote oog. Dat is om je beter te kunnen bekijken. Wat heeft u een grote mond? Dat is om je beter te kunnen opeten. In één hap slokte de boze wolf Roodkapje naar binnen. Toen draaide hij zich lekker om een dukje te gaan doen. De jagersman, die wist dat grootmoeder ziek was, zwierf door het bos en besloot dus even bij het huisje van de zieke te gaan kijken. Ik wil toch weten hoe de oude vrouw het maakt. Misschien heeft ze iets nodig. Hier hangt een touwtje, ik hoef er maar aan te trekken en de deur gaat open.
mensen, wat hoor ik? Grootmoeder kan snurken, hoor. Wat? Wat zie ik nou? Het is grootmoeder niet, het is de boze wolf. Wel, alle duivels. Wat heeft hij een dikke buik? En grootmoeder is nergens te zien. Nou, ik vermoed wel wat er gebeurd is. De jager pakte zijn jagersmes en sneed de buik van de wolf open. En wie sprong eruit? Grootmoeder en Roodkapje. Zo, Roodkapje, had hij jou ook opgegeten. Het is maar goed dat ik even langskwam. Dat was een schrik, jager. Wat ben ik blij dat u ons geholpen heeft. Dank u wel, jager. Ja, dat is wel goed, kind, maar wat doen we nou met de boze wolf? Eens even nadenken. Ik weet, geloof ik, wat. Roodkapje, haal jij eens even een paar flinke stenen buiten. Ik ga al, jager. En jij, grootmoeder, heb je misschien een naald en een draad voor me? In de naaikist, jager. Daar ligt alles bij elkaar. Hier zijn de stenen al, jager. Mooi. En nu stoppen we die stenen in de buik van de wolf. En met grootmoeders naald en draad naai ik de buik weer dicht. En dan zullen we ons verstoppen en eens wachten tot de wolf wakker wordt. Ze hoefde niet lang te wachten. Wat heb ik een dorst. Grootmoeder en Roodkapje liggen me wel zwaar op de maag. Ik moest maar eens even wat gaan drinken bij de put buiten. Toen de wolf buiten bij de put wat probeerde te drinken, boog hij zich ver voorover. Wat is die put diep. En wat heb ik een dorst. Hij boog zich nog verder. De steen in zijn buik rolde naar voren. De boze wolf viel in de put. Hij is nooit meer teruggekomen. Grootmoeder, de jager, Roodkapje en haar ouders waren blij van het monster verlost te zijn. En Roodkapje beloofde haar moeder om nooit meer domme dingen te doen. En grootmoeder, die was van de schrik weer helemaal beter geworden.